Welkom terug en leuk dat je weer kijkt hier op YouTube. Mensen, het is weer tijd. Ja, ik sta in mijn garage. Je kan het zien met al die troep valt van mij. Het is wel netjes geordend. Komt helemaal goed. Vandaag stond de postbode weer voor de deur. Remy, wordt dit een unpacking kanaal? Nee, ik beloof je, er komen echt wel veel meer reviews aan. Echt waar, dat beloof ik. Please wait. Maar vandaag kwam dus pakketbezorger en... Extreme Beers. Die waren weer zo vriendelijk om de Dutch Beer Collective. Thomas opent, Dutch Beer Geek, Beers with Douglas en Beer Geek Holland. Te voorzien van Extreme Beers. Daar ga ik echt van uit. Ik heb hem al net even opengemaakt. Uiteraard niks eruit gehaald. Maar gewoon even open, want anders loop ik zo weer te hannissen. En dan duurt het nog langer dan dat het al duurt. Prima doos. Ziet er weer gelikt uit. Mooi verstuurd, Extreme Beers. Tevens, korting mensen. Korting op Extreme Beers. Ik zal het hier onderin de video eventjes zetten. Zodat je dat makkelijk kan, ja, pauze kan zetten en de code. De code is net even misschien wat moeilijker. Komt goed. Dan kan je even kijken onderin. Snap je? Ja, oké. Okay. Laten we beginnen. Extreme Beers. Boys and girls. Bier nummer 1. Seasonal Series Cloud Curtain Mountains Walking Brewery. Nooit van gehoord, maar alleen het blik al. Check it out. Hoe ziet dat eruit? Hoe vet. En wat is het? Is een Double Dry Hopped Strata Oat Whip Double IPA. Morgen. Nou, het is middag, maar ja, je snapt hem. Wauw. Wauw, Extreme Beers. Ja, dat, de naam zegt het al, hè? Eentje, ik wou zeggen, maakt niet uit. De volgende. In Imperial India Pale Ale. Android Theory. 8,2%. Ah, vet etiket. Vet etiket. What? Check it out. En ze zeggen vaak, wie de biermail ontvangt, die hebt de eerste keus, toch? Wellicht. Nee hoor, ik laat het over aan de boys. Aan ons. Hè? De verstandshouding moet goed zijn. Oké. Dus even kijken. Wat hebben we nou meer? Deze hebben we al eens een keer gehad. Althans, ik weet niet of dat deze is, maar wel van deze brouwerij. Barrel Project 2102. Dat is een nieuwe. Prachtig mooie brouwerij. Ik heb er wat van mogen drinken. Het is van brouwerij Het Meuleneind. Ziet er erg goed uit. Oh. Het is echt een feestje altijd om dit soort biermeel te openen. Ja, het is echt... Hebben we nog meer? Zeker. Ook weer van Mountains Walking Brewery. Sour Ale with Black Curtains and Cheesecake. Yes, really, really, really. Check it out. Prachtig blik. Supermooi etiket. Dit kan best wel wat voor Gerben zijn, denk ik. Denk ik. Waarom? Ja, Gerben is ook een beetje dat zure bieren en dat soort dingen. Ik ook wel hoor trouwens. Dat is ook niet erg. Nog een van de Mountains Walking Brewery. Het is een sour ale with apples, caramel, cinnamon, brown sugar en lactose. Wauw. Ziet er goed uit, hè? Etiketten for life. Echt super gaaf. Super mooi. Zat nog wat achterop? Enough. Even kijken. Wat hadden we nog meer? Wauw. Android Theory. Imperial India Pale Ale. Wauw. Blubberdik etiket. Mensen, check it out. De Elegy. Elegy. Check it out. Waar praat ik er zo bij? Ik heb geen idee. Vond ik gewoon leuk. Oké.
Mensen, het houdt niet op. Imperial India Pale Ale Android Terry. Ook dit wederom, wat een briljant etiket. Holy freaking shitballs. Damn. Ja, ik word hier altijd wel vrolijk van. Kan je het merken? Ja toch? Ja, en dat houdt mij niet op, hè? Dat houdt mij niet op. 2101 Barrel Project. Hoe? Check it out. What? Oeh. De keuze wordt moeilijk. Oeh, lastig. Ja. Oh, Thomas. Dan hoor ik je denken, hoezo? Hoezo, Thomas? Ik weet nou niet of dat deze was. Maar hij is wel vet. Android Theory. Thomas, was dat deze die jij bedoelde? What the damn hell? Wat is het? Het is... Wauw, het is wauw. Het is een Imperial Stout. Even kijken hoor. Waarom zie ik het nou niet goed staan? Er staat 10% alcohol. Maar voor de rest... Ben ik nou blind? Ik denk het wel. Ik ben blind. Dit zal een Imperial Stout zijn. Dat denk ik. Oké. Hebben we nog meer? Vind je niet genoeg? Ja, echt wel. Android Theory. Android Theory. Imperial India Pale Ale. Wauw. Ook dit etiket. Extreme Beers. Echt. Oh, dit zegt toch genoeg. Ik krijg kippenvel van. Van bier? Ja, echt waar. Kippenvel van bier. Mensen, echt ongelooflijk. Extreme-beers.com. Ga daarheen en ontdek zelf. Want dit, als ik dit... Het is dat ik dit moet delen. Wat ik graag met mijn broeders doe. Altijd weer. Maar stiekem heb je in je hoofd, hè? Dat heeft iedereen toch? Dat je denkt, oh, fucking gave bieren, ik wil ze allemaal. Kan niet, we delen het met z'n vieren. Uiteraard, dus binnenkort op de kanalen te zien van de Dutch Beer Collective. Nogmaals, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Extreme Beers, nogmaals dank. Dit is echt al de zoveelste keer dat jullie prachtige bieren opgestuurd hebben. Onthoud... Korting, mensen. Ze hebben tevens gratis verzending. Dus gratis verzending en korting. Check out de kortingscode en doe gewoon je ding. Zo moeilijk is het niet. Toch? Tuurlijk kan niet in iedereen zijn portemonnee kijken. Maar als je bier gaat kopen en je hebt er wel centjes voor, denk dan even na extreme-beers.com. Weer bedankt voor het kijken, liken, delen, abonneren. Ben je niet geabonneerd op de Dutch Beer Collective of op mij of op... Ieder ook iets met bier. Zeker even doen. Nogmaals bedankt voor het kijken. En uiteraard tot de volgende keer. Cheers.